Ja. Waar is het bed zitten? Nou, het zit helemaal veel krul gisteren, dat is weg. Dat is jammer. Jeetje, oh, we vinden het wel heftig dat we en filmen en... Oh, ik hou er niet van. Ik wil het gewoon ook in het water lopen. Angst was. Nou. Maar om even jullie op de hoogte te brengen, we zijn nu... Oeh, er zit hier een afstapje. Doe maar even langer. We zijn in Delft, zoals jullie zien waarschijnlijk. Daar is Delft station. En we gaan nu naar het Kattencafé, want in Den Haag is die dicht. En hij is weg. Gewoon weg. Hij is gewoon compleet weg. En overal is hij weg. Maar in Delft is nog niet. Dus wij zijn nu in Delft. En dan daarna gaan we naar die... Op. Naar de IKEA. Ik weet niet waarom. We zijn burgerlijk. We gaan voor een taartje. Een dame taartje. Dime. Dime. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Dime. Dus ja. Het is blijkbaar iets met chocola, wat je al... Blijkbaar is het een gevestigd iets en ik weet het niet wat dit... Al is je... Of nee, even eerlijk. We kenden Dame allemaal wel van de IKEA. En Alicia kende het niet. Oké, heel apart. Maar ja, dus dat. Sorry hoor. Wat is Delft lelijk hier trouwens eigenlijk. Sorry. Oh ja, een foto. We gingen dus naar het Kattencafé. En toen kwamen we erachter dat het Kattencafé dicht was. Terwijl we wel hadden gereserveerd. Dus ik ga naar mijn mail. Is afgezegd. Ja. Dat ze ziek is. Beetje jammer. Dus nu gaan we naar iets anders op zoek. Om te eten. Maar ja, het is wel jammer. Ik weet niet wat, maar ik heb vanmorgen alleen een appel op. Maar ja, ik heb vanochtend wel twee boterhammen op. Want ik was helemaal ready to mezelf vol. Maar nu is het to fright, hè? Ja. Kijk, zelfs die hond heeft er geen zin in. Oh, dat gaat even... Nou ja, hè? Dus we gaan verder kijken. Kunt u ook... Nou. We hebben lekker gegeten hoor. Een Subway. Het is gewoon nog stroopwafel. Stroopwafel weg te... We lopen nu naar een ding. Ik mag gewoon om een deep taartje. Waarom? Oh. Zin in. Ja. Mooi. Wat is er gisteren gebeurd? Hij is niet. Heb ik heel tijd gefilmd. Opnieuw, wat is er gebeurd? Ik vertel het anders zo even, want het is echt super druk. Ja. Echt jammer. Oké, okay. Wacht, ik denk dat ik beter rechts kan lopen. Ja, want anders zie ik het weet. Want nou, ik was dus gisteren, ging rijden terug naar huis. Je moet een beetje bij mij blijven. Want ja, maar als het is veel, dan loop ik deze tegen. Ja, dat weet ik. Maar dat is echt jammer voor je. Want nee, zijn maar ik krijg dan echt... Oké, nu gaan we wel weer echt super cringe worden. Dus je moet opschieten met je verhaal, want mensen ja, zien dus het. Ja, dus ik... was naar huis gaan rijden met de auto en dat was een beetje zenuwachtig ook. Ik hou er niet van, zeker midden door Den Haag. Nee, inderdaad. Dus ik rijd A12 op en ik zie een politieauto. Het zei nog, dan kan ik de politie wel inhalen? Dat voelt zo raar. Dus ik haal toch de politie in en vervolgens haalt de politie mij weer in. En ik zie zo'n dingetje met stop, volg mij. Stop houden. Dus ik die politie volgen, was echt super ongemakkelijk. Sta ik daar eens... Was die dat de kind uit een riemel? Sorry. Oh my god, nee. Wacht. Oh. Oké, dat is wel heftig. Een kindje met een riem. Hielden ze me dus tegen, stonden daar zo. Dus ik dacht, kut, ik heb te snel gereden, weet je wel. Mm-hmm. Maar het zei die, ja, stop maar uit, ik wil je wat laten zien. Ik werd helemaal in. Wat ging die je laten zien dan? Nou, er stonden dus mijn voorlampen, die stonden op stadlicht en die moesten dus iets verder aan. En de achterlamp was kapot. Want Erik had dat kapot gemaakt. Ja, het is kapot gereden. En daar ging hij op lopen mierenneuken. Dat is heel ongemakkelijk, want ik dacht echt, shit. Ik heb gewoon dikke boete nu. En toen moest ik ook nog blazen, maar ik had geen alcohol, dus dat scheelde wel. Dus het is allemaal goed gekomen? Yep. Ja, maar ik schrok me wel. Ik schrok me wel. Ik schrok, schrok me wel. Ja. Stroopwafel nummer 3. Ja, en dan wachten ze dus nu op de bus, want die hebben we net gemist. Nog 5 minuten. Ik ga niet 5 minuten lopen lullen, dat ken ik gewoon niet. Dan gaan we eindelijk naar de IKEA. We zijn nu in de IKEA. En ik ga nu je elder cadeautjes geven. Anders ik wil er wel. Wil je dat? Ja, maar ik wil kijken vanuit mijn eigen ogen. Oh god. Ja, maar het is, ik ging gewoon denken aan... Mag ik kapot schuren? Ja, doe gewoon. Ja, het is echt niet bijzonder hoor. Het is gewoon...
Ja, ik ging gewoon denken aan wat is grappig wat is en waar. Zijn dit theedoeken en ja? Zo? Oh, dit vind ik echt heel want ik grappig. Dacht gewoon voor in je huis. Ja, leuk. Zeg maar, dat was een beetje hoe ik dacht. Ja, maar dat is wel slim, want ik kan ja. Ook bij jou en zit als wel oké, dit is wel een vet. Oké. Oh, nou ja, dat voel je. Dat is gewoon. De spanning. Ja, maar dit is gewoon. Oh, dit is super schattig. Het past ook best wel bij die dingen die ik in mijn keuken heb. Dat is echt? Ook van de jaren 70. Maar dit is ook met die kleurtjes of zo. Dat vind ik echt heel leuk. Ja? Dit. Ja. Oh, wat fijn. Oh my god. Nou, dit heb ik ook nog gewoon helemaal niet, weet je dat? Dit heb ik gewoon helemaal niet. Dit. Nee, ja, maar kijk, zoiets dacht ik dus al. Want ik dacht, ja, dat is een heel ander iets. Want ik dacht gewoon van, wat is nou nu leuk voor kerst en handig? Dat was een beetje hoe ik dacht. Ja, als dan kon ik weer een notitieboek geven. Ja, maar dat heb ik ook nog in mijn handen gehad. Dus ja, nee, maar ik dacht, nee, dat kan echt niet. We hebben al jaren achter elkaar notitieboeken gedaan. Je gaat stuk, ik heb deze ook in mijn handen gehad. Echt? Ik wilde ook voor mezelf, hè? En toen dacht ik zo van, nee, ik geef maar je L. Ik heb deze serieus, heb ik hem vast gehad. Dus ik dacht, ik ga die voor Lisha kopen. Echt? Ja, dat was goed geweest, want ik heb al die dingen in lijn. Ik vind het echt, dankjewel. Nou, nu jij, maar ik ga jou wel filmen. Ja. Nou, ik ga nu de kerstcadeautjes aan Alicia geven. Om te zien wat er gebeurt. Ja, want ik ga het dus nu even geven aan je. Ja, kijk, je krijgt eerst natuurlijk nog Je kerstkaart. Maar misschien kun je die gewoon voor thuis, want... Zou ik die niet nu lezen? Zou ik die gewoon dan later lezen? Ja, misschien. Anders is dat... Ik wil ook een beetje huilen hier. Nee, dat zal al niet gebeuren. Zal ik hem... Maar ik wil hem wel lezen eigenlijk. Je mag hem ook wel nu lezen, maar... Ik lees hem niet voor. Dan ga ik hem wel even uit. Theedoek. Ja, weet je... Ja, maar het is echt wel heel handig, want van mij is dan gewoon meer van ja, ontspanning weer. En, ik vind dit en, al zoveel en, leuker ingepakt dan als ik het. Nee, maar dit heb jij zelf ingepakt. Dit heb ja, ik niet, dat is te zien. Nou ja, ik heb het wel weer dichtgeplakt, want ik wilde er zelf nog wat bij doen. Ik wilde er zelf nog iets bij doen, dus het was wel zo van... Oké, wacht. Ik weet niet of het te spannend als doen. Zou gewoon even... Doe gewoon, pak maar gewoon wat. Ja, oké, dat is dus... Oh my god. Dat zijn boekenleggers. Ik heb deze nog niet. Echt niet? Nee, ik heb deze nog niet. Maar heb je wel die soorten boekenleggers? Nee, van de hele. Ja, die heb ik dus ook. En ik vind die dat super handig. Maar ja. ik zocht het voor mezelf al heel lang. Ja. En toen kwam ik dus tegen. Toen ik ga nu echt een paar inslaan. Ja. En dan, want ik weet dat jij heel veel boeken leest. Dus gewoon erbij doen. Gewoon. Nee, maar dit is ideaal. Want ook eerst had ik soort van... Ik zocht die toen. En toen waren het... had je alleen van die paperclips. Maar ik zo, ja, maar dat doe ik niet. Want dat is gevaarlijk. Klopt. Ik vind het ook grappig dat je hiermee kan bundelen en zo. En dat vind ik wel. Ja, als ik soort samenvatting moet lezen van iets, dan kan ik gewoon. Pagina's. Ja, je kan niet zulke boekwerken bundelen, maar je kan wel een paar bladzijden. Ja, en dit is gewoon. Dit zijn twee keer dezelfde dingen, maar er zit ook nog een verhaal achter. Achter eentje dan, want dit is gewoon. Ja, lekker, denk ik. Oh, shit. Het zit erop. Zit je te spugen? Nee. Wat is dat? Nat. Oh, dus iets gaan lekken. Nee. Nee. Oh, we hebben geen servetje, hè? Of een papiertje. Ja, nee. Ja, en hier zit dus ja, een verhaal. Het is zeg maar een soort van, bodies. Zit hier helemaal onder? Ja. Meen je dit? Dat vind ik echt heel jammer. Maar dit is dus van Rozen en dat komt uit... Dat is zijn, wat staat er nou? Iets over Britain. Oh my god, de British Rose? Ja, en toen moest ik gewoon aan jou denken. En toen dacht ik, nee, dit is het touw gewoon. Dus, maar het is een soort van body scrubs, zeg maar. Oh, ik was wel weer erin. En dan het alles anders. Maar dat is altijd goed, want ik zit mijzelf... We zijn in Ikea. En wij zien een zeer inspirationeel wandje. Namelijk lampjes achter een doorschijnend gordijn. En je zou dit eigenlijk op Pinterest moeten plaatsen. Alsof het jouw eigen idee is. Ja. Maar dit is toch rete gezellig. Het boompje is wel lullig, maar lullig. Nee, maar ik bedoel, als dit zo'n studio-achtig iets is. Ja, ik zou dit niet erg vinden. Kijk, een spiegel. Ik zit wel eens te denken, hè? Zouden mensen dit nou jatten? Nee, want er worden toch van die gaten in gedaan en zo. Dat deden ze hier. Dan doen ze van dit soort dingen erin. Dan kan je het niet meer jatten. Oh, dan gaat die af of zo? Nee, dat is gewoon beschadigd, die kledingstuk, en dan wil niemand het meer. Oh, joh. Vroeger deze zulke gaten er ook in. Zo. En die hakken? Die zijn wel beveiligd. Of van haren of zo.
moet eigenlijk ook een keer zoiets hebben, maar dit vind ik heel stom om te kopen. Wat heb je vandaag gekocht? Oh, je gaat het niet nemen? Nee, ik neem niet deze kleur. Niet deze kleur. Ik heb gebold vandaag. Wat? Nee, met een kleding. Nou, maar gewoon een boete. Je hebt gebold met kleding? Nee, ik rolde hem zo weg. Oh, je rolde hem weg. Dat is nou je L-logica, hè? Ik haal me ook in zodat ik haar niet meer kan filmen. Ik heb het wel door. Nee. Leuk. Dus we hebben geshopt. Ja. Ik ga even aan jullie laten zien wat we hebben geshopt. Het is toch super awkward eigenlijk met al die mensen. Maar we gaan even laten zien wat we hebben geshopt. Nou, we zijn klaar bij de IKEA. Hè? No spon. Oh. Die L heeft. Nou, ja, deze. Nou. Beautiful. En? Deze. Met vogels. En deze is voor Lisha. Ik hou niet van vlinders. En ja, jij is bang voor vlinders. Nee. En ik hou ervan. Insecten. En als we omdraaien, dan zien we daar. De pink light. Ja, very beautiful lucht. En heel romantisch. Gaan we naar de bus lopen? Ja. Daar hebben we vet. Dan gaan we naar huis. Echt niet dus de dag is nog. Ik denk, ik weet het eigenlijk niet. Laten we hier maar even stilstaan. Dus de dag is nog. Is heel leuk verlopen. De dag is dus, nog heel nou ja, op zich. We lopen nu richting de bus. Ook man. Het is erg frisjes. Maar we zijn wel goed bezig met de cardio. Dus dat is echt heel mooi. Ja. Oh, misschien heb ik vanavond een lekker sport. Nee. Ik denk wel dat ik zo even ga kijken hoeveel stappen we hebben gelopen. Oh ja. Dat is wel grappig om te bedenken. Verder zijn we aan het hutkofferen hier zo. Met de IKEA spulletjes. Dan gaan we zo lekker naar de bus. En dan opwarmen. Dus nog eventjes lopen. Ja. Ja. Verder is het nu redelijk fris. Ik denk dat het vriest. Nou, het zal wel denk wel richting onder de nul gaan, ja. Denk ik ook. Goede lopende zin was dat. Oh. Maar het is wel. Echt heel koud nu. Kijk, hier weer allemaal verlaten dingen. Het ziet er echt uit. Beetje spannend allemaal. Echt achter de snelweg lopen ook. Achter de snelweg. En hebben mensen gewoon een chaletje. Nee, het is niet echt een chaletje. Ja, het zijn meer van die tuinen. Waarom stamt hij uit? Eww. Ik dacht ook nog, ik ga... Kom met mij. Ik vond het echt fucking eng. Oké, ik stop even met filmen. In my ear, nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nothing feels better.